BEMAS, de Belgische vakvereniging rond onderhoud en asset management, helpt bedrijven op weg naar betere resultaten, onder meer door het aanbieden van innovatieve opleidingen. Een van de aangereikte oplossingen is root cause analyse, waarbij onderhoud grondig onder de loep wordt genomen. Via een analyse van de voorbije onderhoudsinterventies kun je gaan identificeren welke storingen het vaakst voorkomen en stilstanden veroorzaken en welke veel kosten veroorzaken. Vervolgens ga je met een root-cause-analyse de grondoorzaken van deze problemen gaan identificeren om tenslotte te gaan voorkomen dat die in de toekomst zich nog voordoen. Via root-cause-analyse of RCA kun je ook de nodige lessen trekken uit grote incidenten. RCA is dan ook een onmisbaar instrument in elke asset-intensieve organisatie. Bij het afvalverwerkend bedrijf Indaver in de haven van Antwerpen wordt de RCA-methode met succes toegepast. We hebben ondertussen tientallen storingen via deze methode aangepakt. De belangrijkste verwezenlijking is daarbij de verdubbeling van de standtijd van het refractair van onze draaitrommels. Verder hebben wij ook op een aantal lijnen de beschikbaarheid structureel kunnen verhogen. Onze laatste nieuwe verbrandingslijn, die de eerste jaren toch met wat kinderziektes te kampen had, daar hebben we de beschikbaarheid toch van 70 naar een goede 87% kunnen brengen. Ook op onze tweede verbrandingslijn, waar een aantal structurele problemen waren, hebben we de beschikbaarheid met een goede 10% kunnen optrekken de laatste jaren. Als je dan optelt wat dat allemaal aan besparingen betekent in onderhoudskosten, dan zitten wij momenteel ongeveer aan 1 miljoen euro op jaarbasis bespaard. Voor de implementatie van de RCA-methode werd een beroep gedaan op Coatink, die de RCA-methode verfijnd heeft tot een innovatief root cause analysis. Indaver is eigenlijk begonnen met het sturen van enkele deelnemers naar onze training bij de BEMAS. En op basis daarvan zijn ze er verder mee gegaan hier intern, hebben de eerste ervaring opgedaan en hebben uiteindelijk gekozen om het veel breder te implementeren bij deze organisatie, omdat het heel veel resultaten bleek op te leveren. We kennen aan alle technische storingen een score toe en deze score is gebaseerd op basis van veiligheid, milieu, de impact op productiestilstand en de impact op onderhoudskost. Elke 2 maanden zitten de verantwoordelijken van onderhoud en productie samen en baseren we ons op deze scorelijst en pikken we er eigenlijk problemen uit die toegekend worden aan een aantal RCA-verantwoordelijken hier binnen de organisatie. Die mensen die worden eigenlijk vooral geleerd in het stellen van de juiste vragen. Centraal daarbij staat eigenlijk onze methode van event mapping, waarbij je de totale samenloop van een probleem, inclusief alle bevorderde omstandigheden, doorbroken barrières, bepaalt en visualiseert. Naar behoefte kun je dan vervolgens gebruik maken van aanvullende methoden voor het vinden van nog onbekende oorzaken van technisch falen of onbekende oorzaken van organisatorisch of menselijk falen. De 25 mensen die zijn opgeleid hebben eigenlijk de basisopleiding hier in huis gekregen. Het is een op maat gemaakte opleiding van Coatink. 8 van die mensen hebben nog een diepgaandere opleiding gekregen tot eigenlijk RCA-verantwoordelijke. Zij faciliteren en begeleiden met een werkgroep de problemen en zij implementeren dan ook uiteindelijk de succesvolle maatregelen. Door het toepassen van de AI-RCA-methode heeft Indaver het aantal storingen significant kunnen verlagen. Daardoor is de beschikbaarheid van de installaties verhoogd en zijn de onderhouds- en productiekosten verlaagd. Deze hogere efficiëntie heeft de positie van het bedrijf op de markt versterkt.